Missiconi is een dansgezelschap. We noemen het ook wel een inclusief dansgezelschap. Dus dat houdt in dat we werken met dansers, professioneel of niet professioneel geschoold. Dansers met een fysieke beperking, die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. We hebben ook dansers met een verstandelijke beperking. We hebben acteurs, we hebben muzikanten. Dus met andere woorden, heel erg gemixt. Wij zijn deze 2 weken zijn wij in residentie vanuit het Spoffin Festival. En dat houdt in dat we 2 weken lang eigenlijk de tijd hebben om nieuw werk te maken. En dat doen we samen met Oceans All Over, een theatergezelschap uit Glasgow. Dus we maken ook echt een voorstelling die straks op straat gaat spelen. En hij heet Ei. En dat is het enige eigenlijk wat we weten. We weten ook wel dat het gaat met thematieken over het ontstaan. Maar meer weten we niet. Dus we zitten echt nog helemaal in een onderzoekend proces. Normaal werken we 3 dagen in de week met elkaar. En nu ineens hebben we 2 hele weken elke dag om te werken. Waardoor je veel meer verdieping kan zoeken in de dingen die we doen. Ja, ook 's avonds als we al in het hotel zitten, dan zijn we nog steeds erover aan het praten. En praten over wat bij het ontbijt gebeurt. Wat gaan we doen. Yeah. Ja. Het ontstaan. Dat is een heel moeilijk woord. Hè? Wat het denk ik voor mij is dat het iets is wat altijd circulair is. Dus het een beïnvloedt het ander en wanneer dat weer weg is, het is constant in ontwikkeling, denk ik. En het interessante aan ontstaan is de vraag wat dan het allereerste is wat ontstond, denk ik. En daar kan je heel veel mee met dat concept. Het is nu vooral heel veel spelen en ontdekken en ja zeggen tegen de dingen die gebeuren. In het theater is het altijd ja en. Dus dan heb je een ja en je voegt er iets aan toe, zeg maar. Dat is creëren eigenlijk. Van niets iets maken. Samen met elkaar iets creëren. Iets wat ja, eerder niet zelf had kunnen bedenken, omdat je juist al die verschillende invloeden hebt. That's what I really feel, a little bit like a little scientist. Like we are creating something that doesn't exist yet. We hebben gekeken naar het ontstaan van dingen in de natuur, weet je nog? Van hoe ontstaat een gasprietje? Ja. Of bijvoorbeeld een ei, hoe ontstaat dan de kip die in het ei zit? Of hoe ontstaat dat ei? Ja. Weet je nog? Dus als er, wat is er voor dat je iets ziet? Wat zit daarvoor? Zitten. Mm-hmm. Thee. Koffie. Ben je de lunch aan het vertellen? Ja. Is het moeilijk? Want we hebben net op blote voeten geoefend. Ja, blote voeten. Is dat, doet het pijn of niet? Nee. Nee. Afgelopen week was heel intens, maar ook heel inspiratievol. Het was heel mooi om eindelijk de groepen samen te laten komen. En het geeft gelijk heel veel nieuwe energie, heel veel nieuwe ideeën en meer lichaam in een ruimte om mee te spelen. Nou, ik denk hoe dan ook dat het goed gaat aflopen. En ja, we hebben onszelf gewoon echt voorgenomen dat het gaat over het proces, het artistieke proces. En hoe dan ook komt daar altijd wel een product uit, alleen dat staat voor ons niet voorop. Dus ik ben al lang blij als we er heel veel van geleerd hebben met z'n allen en als we er ook lol aan hebben gehad. Dat is al denk ik het mooiste cadeau dat je kan krijgen.